Dit deed je gisteren niet. Ik vind het gewoon weer fijn. Het is woensdag. Sarah is nu net op school en ik heb kijkochtend gehad. Nu ga ik naar de garage rijden. Niet mijn garage, maar die van mijn moeder. Want ik had mijn moeder daar op. Die heeft de auto weggebracht en die moet naar huis. Oh, ik heb echt een hele drukke dag, want ik moet daarna heel snel boodschappen doen. Dan naar huis. Dan wordt het bed geleverd al. Echt super snel, echt super fijn. Al kan die nog niet eens in de slaapkamer, omdat er nog wat dingen geklust moeten worden. Dus dan heb ik weer dozen in huis staan. En ik heb ook al kasten en zo ingepakt in huis staan. Dus echt top. Maar goed, dan is die er al wel. Dus dat is wel fijn. Nou zag ik gisteren dat mijn moeder het ook niet zo lekker deed. Dus ik moet even daar naar de dierenarts bellen kijken of ik daar wel terecht op kan. Want tegenwoordig heb je daar ook gewoon wachttijd. Echt absurd, maar goed. En dan komt daarna mijn schoonvader alweer langs. Dus het is echt... Een drukke dag, maar goed. We gaan gewoon haasten en we gaan het gewoon allemaal doen. Op de valreep net alles gehaald. Ik heb in de auto al een afspraak gemaakt van Wimmel. Dus daar ga ik, als het beter is en Sarah uit school is, voordat mijn schoonvader komt, naartoe. En ik denk even de laatste foto's inplakken, want ik ben gisteren zo ver gekomen dat ik zoiets heb, ja, nou wil ik dat laatste stukje ook echt af hebben. En dan kan ik dat gewoon opruimen en dan is dat gewoon weer uit de weg. Ik had gisteren nog een vlog gerenderd, of geëdit, maar nog niet gerenderd. Dus dat ben ik. Die is nu aan het renderen. Dan kan ik ondertussen, aangezien de computer toch aanstaat, elke keer kijken welke foto's er dan komen, net als deze nu. Dan is dat allebei ook gedaan. Kan de computer voor nu ook even weg daarna. En ja, dat was het geloof ik echt. Ik hoop echt dat het bed gewoon op tijd komt en ik hoop gewoon dat ik Sarah zelf op kan halen. Want ik heb van drie van de mama's aangeboden gekregen dat ze Sarah anders thuis af kunnen zetten. Maar ja, voor alle drie komt het eigenlijk niet uit. Dus ik hoop gewoon echt dat ik er zelf gewoon op tijd ben. Is voor haar ook zo leuk. Dus ja, we gaan maar hopen. Duimen. Ik zal het moeten afwachten. Jee, mijn bed is er. Stapeldoos weer in de kamer erbij. Geweldig. En precies op tijd, ik kan gelijk op de fiets ophalen. Dus timing is wel in ieder geval echt perfect gelukkig. En nu gaan we met deze kleine naar de dierenarts. Mieuw. Hi. Mieuw. En ze vindt het normaal niet zo leuk, maar het interesseert helemaal niks in de hokje nu. Ja, ze heeft het lekker. Nou, weer thuis. Er is bloed afgenomen en ze gaan kijken of de nieren of de schildklier is. Ja, en ik heb even andere voeding, omdat ze er best wel snel van afvalt. En deze... Dit geeft gewoon zeg maar een boost. En ze heeft ook een infuusje even vocht gekregen. Omdat ze ook best wel slecht drinkt sinds gisteren. Oh. Dus als ze nu, stel ze zou nu 24 uur niet drinken, kan het geen kwaad. Oh, jij stoot je scheen weer. Ja, dat doet pijn hè. Ja. Ik weet het. Ik stoot het misschien ook wel zo'n paar keer gestoten na alles. En dat vond ik ook niet heel fijn. Maar goed, als Mimmel nu dus 24 uur niet drinkt, is er niks aan de hand. Want de infuus houdt er sowieso nu 24 uur de vocht op peil. En ze mag wel drinken, maar dan heeft ze gewoon iets extra vocht. En dat kan geen kwaad. Dus dat is in ieder geval heel fijn. En ik moet dit gewoon elke keer een lepeltje geven, omdat ze slecht eet. En dan gewoon kleine beetjes. Dus dat ga ik in ieder geval voor nu vast even doen. Wij gaan lekker pizza maken. Jan is hier ook al. Ik heb mijn pizza al gemaakt, maar ik was net even aan Bella. En Sarah en Jan gaan nu een pizza versieren en dan gaat hij lekker de oven in. En ik heb echt trek pizza. Met mijn kleine kok in. Ik krijg geen kok in. Nu wel. Nou, wordt mooi. Nou, leuk, jij zo allemaal je eigen pizza. Snijden, opa. Wil je geen kaas? Te delen, schat. Ja, kaas gaat er als laatste overheen, hè? Oh, kijk dit kleine zielige poesje. Ze voelt zich wel ietsjes beter, maar
Je bent nog wel een beetje ziekjes, hè? De infuus heeft er wel goed gedaan, dat merk ik echt aan haar. Oh, ga je mijn hand weer wassen? Dat is nieuw. Hi. En ze heeft een kale nekje helemaal. Van het prikken, hè? Van het bloed prikken. Dat vond je ook niet zo leuk. Maar gewoon het feit dat je weer helemaal spint, dat is wel goed, hè? Ja, we gaan morgen weer naar de dokter. En ze drinkt zelf en ze eet kleine beetjes, dus dat is wel een goed teken. Nee, maar je valt altijd zo snel af. En dan ben je ook nog geschoren, dus je ziet er helemaal zielig uit. Ja. Dit deed je gisteren niet. Ik vind het gewoon weer fijn. Het is 10:10 en eigenlijk zou ik morgen laat op kunnen staan, maar ik Lola morgenochtend vroeg. Ik pas op heel de dag, in ieder geval heel de dag tot 1:00 of 3:00. Dus ik moet vroeg mijn bed uit en ik ga dus lekker op tijd slapen nu. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, doe dat even hieronder. Vind ik helemaal leuk, is gratis. Laat natuurlijk ook even een duimpje achter en dan zie ik je morgen. Doei doei.